volledig bij de eerste selectie trainen. En daarnaast zou ik mijn wedstrijden bij jong spelen of oefenwedstrijden, dat soort dingen. Ik heb een paar wijze lessen gehad van twee goede leermeesters. Wat waren dat voor lessen? Ik moest even wat op papier zetten een paar keer, dus dat is nu goed bij me doorgedrongen. En na die wijze lessen zette Kjell Scherpen zijn handtekening onder een contract tot 2023 bij Ajax. Ja, geweldig natuurlijk. Mooie beloning voor dit seizoen. En iets waar ik wel heel trots op ben en eraan uitkijk om hier te gaan beginnen. Waarom heb je deze stap genomen? Ik denk voor mezelf dat ik me hier het best door kan ontwikkelen. Dus vele mooie stappen kan zetten. En dat hoop ik te gaan doen. Kun je vertellen hoe het contact tot stand is gekomen? Dat is al een tijdje aan de gang. Ik werd gevolgd en een paar gesprekken gehad. Het waren goede gesprekken. Toen door wat privé dingen was het even wat stilgezet. En uiteindelijk is dat weer op gang gekomen en nu zitten we hier. Scherpen heeft met veel mensen binnen Ajax gesproken over zijn stap naar Amsterdam. Met de trainers, Erik ten Hag en het keepertrainer Carlo Lomie. En daarnaast ook met Overmars en Van der Sar natuurlijk. We hebben met hun gesproken over hoe ze met mij de toekomst zien. Wat ze met mij willen en hoe het plan daarvoor ligt. En het plan is voor volgend seizoen? Volledig bij de eerste selectie trainen en daarnaast zou ik mijn wedstrijden bij jong spelen of oefenwedstrijden, dat soort dingen. Scherpen is 19 jaar en keept al een volledig seizoen in de Eredivisie. Ja, dat is natuurlijk een mooie ervaring voor een jonge keeper. Met piek en dalen gaat het dan soms en zijn alleen maar leermomenten. En met FC Emmen heeft Scherpen Ajax een goede dienst bewezen door gelijk te spelen tegen PSV. Ja, stonden we 2-0 achter, dacht ik. En uiteindelijk met behulp van de VAR ook nog werden de goals van hun afgekeurd en maakten wij in de laatste minuut nog een 2-2. De Ajax, je gaf aan, volgt je langer, goede gesprekken gehad. Hoe kijk jij naar Ajax de laatste weken? Nou ja, vol bewondering eigenlijk wel. Als je ziet hoe ze ook in de Champions League het nu doen natuurlijk. Ja, daar kun je alleen maar van genieten eigenlijk. En daar zie ik voor mijzelf ook een mooie uitdaging in.